is nu al heel kut. Yay! Je skate! Kimberly, je skate! Dan. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik wel kan. Wat als ik val? Ik hoop gewoon dat je niet valt. Go, go, go! Nee, nee, nee! Wij als Klein Landje blinken uit in heel veel verschillende sporten. Onze topsporters weten dan ook precies wat ze dag in dag uit moeten doen om het beste uit zichzelf te halen. Maar wat gebeurt er als we die topsporters in een compleet andere sportwereld zetten? Wij voegen een aantal teamneelsporters met wie zij een dagje zouden willen swappen. En daaruit ontstaan hele bijzondere, soms lachwekkende, maar vooral leerzame momenten. Omdat ze zelf nog wel eens vergeten hoe moeilijk hun eigen sport is. Dat is toch mega eng! Moeten ook zij terug naar de basis om elkaar zo goed mogelijk te helpen. Yes! Want zelfs voor de beste topsporters van Nederland kan het moeilijk zijn om uit hun comfortzone te stappen en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit is Team NL Sportswap. Tell you my problems, meditating my silence. Hi! Kenny's car. Ja, stukje erg, ja. Pas wel bij vandaag, denk ik. Ja, ik hoop het. Nou, ik hoop lekker het lekker krassen. Kijk, ik heb ook nog een beetje balletjes, denk ik. Ja, je moet ja normaal sta ik niet zo vroeg op, hè. Nee? Nee, ik ben echt... Voor 9 uur doe ik eigenlijk niks. En nu moest ik toch wel echt om 8 uur... Is dat skaten live? Ja. Ja? Jawel, voor mij wel in ieder geval. Yes, want skateboarden is een way of life. Dit geldt zeker voor deze Candy Jacobs. Ze begon op haar 13e en is inmiddels een echt fenomeen in de skateboardwereld. En in 2020 opent ze zelfs haar eigen skatepark in Venlo. In Tokio was haar sport voor het eerst Olympisch, maar helaas moest ze door een positieve coronatest uiteindelijk toekijken. Even verloor ze het plezier, maar ook zichzelf na deze heftige periode. Gelukkig staat ze er weer en na die nachtmerrie van Tokio droomt ze nu van Parijs. Maar heb je er een beetje zin in? Ja, super zin in. Ja? Ik ben wel echt benieuwd. Wat vertel eens even, met wie gaan we swappen? Met Kimberly. Kimberly Bos, de baas, de bos. Ja, nee, echt zin in. Ja. Mijn moeder zei, wat ga je doen vandaag? Ja. Ik zei, nou, ik ga swappen met Kimberly en zij zo. Ja, maar je gaat niet van zo'n slee van zo'n baan. Ik zei, nou, ik hoop eigenlijk van wel. Ze zei, nee, ik ben... Nee, Candy, dat ga je niet doen. Die was echt bezorgd. Ja, maar ik heb echt al 100 keer gezien wat zij doet. En ik weet dus ook, zeg maar, een beetje welke route zij heeft afgelegd. Ja. Dat het niet de makkelijkste route was. En daardoor had ik al, zeg maar, een zwak voor haar. Het is ook wel echt op de persoon, niet alleen echt... Ja, zeker. Ja. Nee, echt puur op de persoon. Ja. Ja, en dan... Ja, ook ik wil gewoon van zo'n sleetje, van zo'n berg af eigenlijk. Maar ja, je moet volgens mij keihard werken, allemaal rennen. Netjes, hè? Spannend, hè? Ja. Alsof we een blind date hebben. Ja. Hi, Candy. Hi, Kimberly. Dit is Kimberly Bos. Je mag haar best een waaghals noemen, want wie gaat er nou op zijn buik, liggend op een slee, head first met 130 km per uur door een ijskanaal? Nou, in Nederland is ze een van de weinigen en daarom heeft ze zich met heel veel creativiteit en doorzettingsvermogen naar die wereldtop weten te werken. Na haar debuut op de Olympische Spelen van 2018 won ze na een geweldig seizoen zelfs brons op de Spelen van Beijing. Daarna won ze meerdere World Cups en een historische tweede plaats op het WK. Zoals Candy al zei, een echte boss. Ik ben heel erg benieuwd. En een beetje zenuwachtig. Ja, ik word er een beetje aan. Het was eigenlijk niet zozeer skeletonen. Skeletonen. Maar dat was meer omdat ik weet een beetje, want ik ben ooit een keer in Den Bosch bij een of ander talentenproject aangesloten en die vertelde over jou. Dus de eerste vrouw waar zij over vertelde was Kimberly Bos. Oh. Omdat de route die jij hebt afgelegd best wel bijzonder is. Omdat jij eigenlijk een self-made woman bent helemaal. Dus ik ben eigenlijk meer fan van jou dan dat ik fan ben van wat je doet. En ik vind wat je doet heel erg vet. Ja, ik vind jouw sport ook echt super vet, want ik heb alles gevolgd vorig jaar. Nou ja, laten we naar het skatepark gaan dan. Dan ga ik shit. Ja, laten we gaan skaten. She was a skater girl. Another girl. It was a good enough for. Om een safety first. Die Candy Cam! Staat hij aan? Ik heb nog nooit op een skateboard gestaan. Maar echt nog nooit? Nee. De Tour de France is bezig. Je hebt het zelfs nog. Van gele truien. Klopt. Welkom! Nou, normaal mijn training luister dus dat ik een beetje stretch. Ja? Gewoon, want ik heb dus allerlei blessures. Ik ben een oude dame. Mm-hmm. Dus doe altijd een beetje stretchen, dan ga ik een beetje cruisen. En dan begin ik gewoon met trucjes. En dan halverwege komt het wel achter wat ik... Soms heb ik van tevoren een plan. Vandaag niet. Nou. Een beetje skaten. Ik heb 2 shirts om uit te kiezen. Het zijn mijn wedstrijdshirts. Wij hebben geen kleding, hè? Het maakt niet uit wat je aan doet. Je mag en ik hou heel erg van druk.
En bloemetjes. Nice. Dus we hebben deze in de aanbieding. En we hebben deze in de aanbieding. Tada! Ik vind ze allebei wel nice. Oh, een hele kleine prijs even stoppen, die kan ik nog niet laten zien. Het is alleen als je challenge lukt. Oh, je hebt een prijs op. Woe! Nou, dat is echt zin. Ik doe gewoon een serieus zonnegroetje. Huts! Waar is de zon? Huh? Oh, ja. Oh. Ik was zeg maar zo'n skater, dat ik dus niet geloofde in de warming-ups en trainen en zo, dat dat allemaal effect zou hebben. Nou, dat was het dan. Voordat we überhaupt beginnen, is er één belangrijk ding. Ja? Één les. Is dat je niet zo... je skateboard oppakt, maar dat je zeg maar dat je die leert. Ja. Het is gewoon echt alleen tegenwerk. Tegenwerk dat je voet aan de kant zet. Hoppalee! Ik ben een skateboarder nou, toch? We gaan nu zeg maar ondersteboven leren steppen. Oh, oké. Okay. Voorste voet erop. Het is belangrijk dat je dadelijk op één been kunt staan. Dat is eigenlijk een dak of Messi. Zou je steppen en zet je hem achter erbij. En dan op het moment dat je rijdt, draai je voet bij. Lekker! Gewoon gaan staan. Moet erbij? Ja, nice. Bijna. Dat is het echt. Ja, nice! Ah, nee, we hebben een natuurgeleintje hoor. Dat gaat echt super goed. Had je niet moeten zeggen? Ik heb afgekomen via een skateboard. En dit is dus, zeg maar, als je wil sturen, dus gewoon kijken waar je heen gaat en een beetje meeleunen. En terwijl Kimberly nog even dooroefent, kunnen wij snel even uitleggen wat nou precies de bedoeling is van deze 10NL Swap. Kimberly heeft ongeveer een uur de tijd om er voor haar compleet nieuwe sport enigszins onder de knie te krijgen. En vooral een keer niet het first naar beneden te knallen, maar gecontroleerd op de beentjes. Topsporters moeten natuurlijk altijd uitgedaagd worden met een doel, dus aan Candy de taak om zich om te toveren tot trainer om Kimberly klaar te stomen voor haar skateboard challenge. Wat haalbaar zou kunnen zijn, is een heel rondje. Gaat Kimberly een full circle halen? Oeh. Ik ren eigenlijk altijd zo gewoon voet eraf en dan slepen. Oh, okay. Maar dan heb je dus al je gewicht weer hier, maar zonder dat je er overheen leunt. Dit is serieus de enige skill die je nodig hebt om te kunnen skaten. Dat is dit kunnen. Het is echt. Die kan dat? Yay! Je skate! Yeah. Kimberly, je skate! Dat is niet zo van voor, maar hey. Dit is serieus eerlijk. Dit is echt skills al dit. Komt u maar. Hey, maar bedenk nu eens even, je hebt nu de eerste paar meters gezien. Wat eind... Bijna. Oh, dat gaat ze. Oh, wacht. Yes. Nou, ik denk eerlijk, wat haalbaar zou kunnen zijn, is een heel rondje. Want dit pakt zo... Inclusief dat. Oh, dat hoeft niet. Een heel rondje kunnen halen. Rondje keer. Je bent niet bang voor snelheid, dus als we daar een beetje door hebben hoe je bergjes op en af moet, dan zou dit haalbaar moeten. Ik wou zeggen, ik ben nog wel een beetje bang dat het met mijn snelheid van zo verplaatst is. Ja. Leunen boven je voorste voet, kijk waar je heen gaat. Ja. En dan ga je weer. Ik hou je vast, hè? Ja, oké. Op het moment dat je niet meer wil, of je denkt ik ga hard springen van de dag, dan. Eén hand. Oké. Okay. Maar dat is dus, want ik dacht dus ook vroeger, dat coaching niet helpt, zeg maar. Ja. Maar het is vooral het idee mentaal. Dat iemand meekijkt, ja. Wat nou, maakt dat je veel dapperder bent. Ja, ja, terwijl niemand gaat mij vangen, hoor. Wat als ik val? Gewoon laten gewoon op mijn kont laten vallen of zo? Ja, ik hoop gewoon dat je niet valt, want dat is gewoon... Ik kan nu nog niet voorspellen hoe je zou vallen, zeg maar. Als je kindertjes in de skateles hebt, dan hebben we heel vaak dat we ze leren hoe je op je knieën moet glijden. Dus dat je, als je kniebeschermers om hebt, dat je zo over je knieën van een ramp afgaat. Moet je best wel een groot lichaamsbewustzijn hebben over, oké, nu gooi ik mijn knieën zo erin. Ja. Dus het is heel moeilijk om aan te leren hoe je moet vallen. Zie je die blob? Die in het midden, zeg maar. Daar ga je op afrijden. Die onderste of die bovenste? Die onderste. Zie je dat als je terugkomt. Goed geval dan. Kijk naar de hand.
geloven, ik kan niet weten hoe het werkt. En dan... Want je kon dus eerst over het hutje en dan pas kun je gaan leunen. Ja. Maar je moet wel echt eroverheen zijn. Ja, ik was iets te goed. Want jij ging hier zo... Dit wordt het. Die ene. Ja, nu. Ja, ja, ja! Ja, oké, telt. Gewoon alles telt. Kimberly! Op naar huis. Maar je hebt al een half ronde nu, hè? Ja, maar ik ben niet op die heuvel opgekomen. Oké, maar zullen we het een keer helemaal proberen? Ja, vanaf daar tot aan de heuvel en dan... En dan zien we wel hoe ver we komen. Ik moet wel even weten waarvoor ze strijdt. Dus, we hebben een challenge. Gaat Kimberly een full circle halen? Oeh! Nou, je pikt het wel snel op hoor. Het valt me niet tegen. Nee. Ik heb het wel heel erg nodig. Ja, dat is angst. Je zal die doodangst. Omdat jij dus veel reist. Ja. Altijd onderweg ben en niet altijd de skatebaan is om te oefenen. Heb ik de miniatuurversie. Nice! En je kunt dan ook helemaal leren hoe je hem in elkaar zet en zo. Dus, en dan kun je overal in iedere hotelkamer. Zou je, als het lukt, dit kunnen oefenen. We gaan het zien. Oh, we gaan het zien. Ik denk het wel. Ja, hè? Ik geloof wel dat het kan. Er hangen gewoon schoenen in de boom. Dat is dus als de shit gaande is, dan mag je de schoenen aan. Wat? Zeg maar als het echt een vette plek is, dan hangen de schoenen. Dan weet je, oké, je is te doen. Dus het is hier echt vet? Het is hier echt vet. Jongen, ja, Kim, waar hangen jouw schoenen straks in die boom? Kijk, ze hangen dan. Heb je schoenen in de boom? Ja. Als jij het haalt, ga jouw schoenen in deze boom. Mensen zullen het nooit weten ook. Dat is nee. Vet. Ja, zullen wij hangen er gewoon een schoen van Kimberly Bos in. Oké, haal diep adem. Alles geven, Kim. Ja? Kom op. Alles geven. Alles geven. Ik dacht, je gaat het wel in de boom hangen. Ja, ik heb hem nog niet gered. Ja? Dit wordt hem, dit wordt hem! Het volkslied was gedraaid. Nee, de schoenen moeten nu in de boom. Gaan in de boom, jongen. Ik vind het echt leuk. Tot zo, hè. Nou, fan. Kimberly Bos, mag ik je hand rekenen? Kimberly Bos, hè? Weet je wat ze normaal voor sport doet? Nee. Wat is? Kimberly Bos. Ja, het is een sport. Snowboarden? Nee. Ook een soort van plank, zo. Oh, ik ga er wel heen, jongens. Dat was steeds... Ik weet niet meer hoe dat heet. Skeleton. Wow, ja. Gewoon in één keer zeggen van, oh, ik weet het. Skeleton. Ah, goed. Ja, ben je niet alleen fan van Candy, maar ook van Kimberly. Ja? Oh, ja. Oh, yes. Ja. Ja. Je hebt wel echt je schoenen kwijt nu. We zijn hier op Papendal. Ik moet even spelletjes pakken. Hier past nog nooit de slee in. Ligt daar. Oh, jawel hoor. Ja, waar hij ligt. Daar is hij. Dit is hem. De befaamde slee. Daar gaat ze hoor. Zelf mee woman reizen. Het is niet zo... Nou, daarom ben je fan van haar. In die gaten. Hij zit vast in de gaten. Nee. Hij heeft gewoon gegraven daar. Ja, jij wil niet dat ik iets meedraag, dus ik... En je mag de tas pakken, maar dat is het probleem niet. Kan ik je werk gewoon niet zo goed op het moment dat je de tas voor je pakken. Als je het verpakt, keyword. Spaar je energie. Ja. Let's go! En voor we beginnen aan deze training nemen we heel even de tijd om een cadeautje aan Candy te geven. Dat al sinds Tokio op haar lag te wachten. Oh. Daar is hij toch. Ja. De official Tokio fingerboard. Hij is wel leuk, hij is wel tof. Dus nee. Is al lang geleden. Maar dat was dus het gekke, want ik dacht dus, oh, het valt wel mee en ik ben best wel weer mijn leven aan het leiden. Ja.
ik had constant pijn in mijn knieën. Gewoon constant. En ik zei ook tegen Kim, mijn fysio, ik zei, luister, ik weet gewoon dat het mentaal is, maar ik kan het niet, kan het niet controleren of zo. Toen ben ik dus begonnen met ik ben dan EMDR-therapie nu aan het doen, dus dan traumatherapie. En ik dacht eerst, ja, fucking overdreven, ga je niet doen. Bullshit. Ja. Toen ging ik daarheen, maar echt de intake al, ik dacht, oké, helemaal ontregeld. Okay. Ik denk wel dat het handig is dat ik dit doe, zeg maar. Ja. Zij heeft het zo uitgelegd, kijk. Een trauma ontstaat doordat je eigenlijk in je leven al kleine eilandjes hebt. Ja. Maar je maakt al steeds kleine dingetjes mee. Iets wat mensen zeggen of iets wat je toevallig oppikt of weet ik veel wat. En dat maakt een bepaalde overtuiging in je leven. En dan op het moment dat er iets gebeurt wat dan als traumatisch, of dan nou een auto-ongeluk is of dat je hond doodgaat, kan voor iedereen natuurlijk anders zijn. Dat linkt ergens aan die eilandjes en dat maakt dan dat het... Dat triggert het. Ja, en dan heb je dus een fysieke reactie. En ik zei ook tegen mijn vriendinnetjes, ik zei, ja, ik ga vooruit, maar ik heb wel het idee dat ik constant door de modder loop. Want het is gewoon, het zet ook niet ofzo. Ja, en ik had het eigenlijk zelf niet goed genoeg ingeschat. Nee. Want ik dacht, het mag impact hebben en het is ook normaal, maar voor mij was het natuurlijk het kantelpunt een beetje dat ik... de hele tijd dacht, het gaat mis, ik ga nooit op de Olympische Spelen komen. En dat op het moment dat ik de spanning losliet, dat ik dacht, ik heb het gered, toen ging alles mis. Daar moet ik gewoon aan werken, zeg maar. Nu is dan wel de kans. En schijnbaar had ik dit zoiets zo ergs nodig, om dat dan te kunnen inzien dat ik in de basis, zeg maar, al heel veel overtuigingen heb die mij niet echt helpen in mijn leven. Ja, corona. Corona, jongen. Nou, jongens. Dit is hem. Ik sta voor de zomervariant. Oh my god. Het is nu al heel kut. Ja, maar als je hier toch op pleurt, dan ben je toch helemaal... Ja. Zijn toch heel je heupen ook gewoon kapot? Ja, want dit is op maat gemaakt natuurlijk. Kimberly, is het op maat gemaakt? Nou, voor mij. En hoe val je hier dan niet helemaal je heupen op stuk? Dan lig je te ver naar achteren. Je heupen liggen hier voorbij. Oh ja, oké, dat verklaart wel het een en ander. Ik kan het nu ineens veel beter. Oh ja. Ik voel me nou wel echt zo atletisch. Even de man, oh nee. We zijn aan de goede kant begonnen. Wacht nou eens even. Het is een lifestyle. Hartstikke goed. Hop. Oh, wat is het? Zaka! Ik zweet me niet van. Ja. Oh, ik kan het. Dit is voor mij ook een ditje gewonnen, hoor. Zeg, moet je er, hoor. Ik heb het echt al heel lang niet gedaan, zo'n ding. Gewoon als een paardje. Is dit? Wat zat hij? Nee. Dit durf ik ook nog wel. Ja, hier komt ook nog geen slee bij het pas. Eén voetje op bij elke trein, gewoon rustig omhoog. Ja. Oké. Dat is echt heel rustig, toch? Helemaal niet rustig. Nou wil ik dit ook zo open doen. Ik heb zo'n streber in mij die dan. Ja, dat is heel goed, hè? Man, je bent snel. Je bent snel. Lekker hoor. En terwijl zij nog een paar keer op en neer gaan, kunnen wij ook hier nog even kort uitleg geven. Ook Candy heeft ongeveer een uur de tijd om te leren hoe ze zo snel mogelijk van punt A naar punt B komt op een slee. En bij gebrek aan een ijsbaan doen we dit lekker veilig op Papendal. Kimberly moet al haar opgedane kennis nu weten over te dragen aan Candy, want de ultieme skeleton challenge is geen makkelijke. Head first, van de heuvel af, tot voorbij de gele pion. Gaat Kelly dit halen? Oh, maar dat is ook... Je wordt meteen zit je in je eigen space, beetje hè? Beetje Power Ranger achter. Het is wel lekker hoor, want als je wedstrijd hebt, het is heel druk. Oh, dat lijkt me wel relaxed, ja. Gewoon. En je hoort een stuk minder. Ik zie jou al op een skatewedstrijd, jongens. Je even al zo'n helm op. Ik heb al een lekker pakje, daar pas ik toch nooit in. Oh yes, je krijgt een wedstrijd. Nee, daar pas ik echt niet in. Dit is een wedstrijdpak. Hij hoort ook heel strak te zitten. Ik zeg dat we straks wel even proberen voor de ergie. Ja, ik ga het zeker proberen. Ja, we doen als ik mijn wedstrijd ga doen. Dit is je Beijing slee, of wat? Ja. Dat is een ijzer, Wils, op de slee. Jezus. Dus die
is echt kei zwaar. Dit is de onderkant, hè? Dus dit is grip op het ijs. Dat is toch eng? Omdat je zoveel druk krijgt, heb je best wel veel grip. Ja, maar dit is niks. Nee, ja, als je gewoon rechtdoor gaat, niet. Dus je moet heel goed stil kunnen liggen. Dus je duwt met één hand. En als je dan gaat overspringen, pak je gewoon over. En dan ga je gewoon zo. Zo leuk, pak je gewoon, dat is hetzelfde dat ik zeg, op de skateboard stap je gewoon af. Zeg maar, natuurlijk is dat logisch, maar... Probeer maar een keer. Dus ik zou in theorie zou ik zo afduwen. Ja, zo moet jij zo duwen. En dan snel wisselen op. Oh, het zat erop! That's it! En als je dan echt ligt en gaat slegen, ga je armen naar achteren. Oh, nee joh, hè? Ja. Dit is een mega eng. Wow. En heb je dan soms ook wel eens dat je denkt, oké... Okay, kijk, nou neem ik echt gewoon zoveel risico dat je weet dat het roekeloos is? Of doe je dat nooit? Nou, wel eens dat ik denk, oké, ja, ik zit nu gewoon, ik weet dat ik verkeerd zit, maar ik weet ook als ik het ga corrigeren, dan ben ik langzaam. Ja. Dus dan neem je soms gewoon de gok om te kijken of het lukt. En lukt het wel, dan ben je snel. En als het niet lukt, ja, dan ben je ook langzaam. Want dan vlieg je, ja, dan vlieg je tegen de wand. Ik zal er niet zo gauw meer afvliegen, gelukkig. Zal ik hem een keertje laten zien? Ja, natuurlijk. Wil je toch? Dit wil ik wel. Ik wil, maar ze gaat wel heel hard, hè? Ja, en dan zegt ze tegen mij, je moet van die berg af en dat is dan kei moeilijk. En dat gaat berg af, dus het... Dit gaat wel hard, hoor. Zeg maar, als ik tot daar kom, zou het wel knap zijn, toch? Dus? Maar ja, jongen, met deze helm ben ik on... Auw! Oh, mijn oor zit helemaal dubbel gevallen. Ben je klaar voor? Ja, dat ziet er nou wel natuurlijk echt super inbouwd uit. Je hoeft ook niet zo ver te lopen, hoor. Jij rende echt hard, hè? Ja. Maar ik ga gewoon de eerste keer gewoon een beetje langzaam rennen. En ja, dan doe weer rustig aan. Spring er ook vooral op als je denkt, nu wil ik gewoon een keer erop springen. Ik hoor niks meer, hè. Oké, okay, gewoon gaan. Kijk, ze gaan gewoon al. Mag het komen, hoor. Het duurt een eindje. Heel mijn knieën geschraapt op de grond. Ik sprong even te vroeg erop. Sprong je met je knie op de grond? Ja. Oh, wauw. Of die sleepte over de grond misschien. En de kunst is ook om op het juiste moment te springen. Ja, maar wanneer is dat? Als je niet meer harder kan. Want ik was dus bang dat ik niet meer sneller kon. Het is heel raar, want zodra ik die helm opzet, zit ik echt in zo'n andere wereld en denk go, go, go! Dan raak ik ook een beetje in paniek, maar dan wel in de positieve zin, zeg maar. Ja. Dan, heel veel mensen hebben de neiging om erop te springen en dan dit te doen. Ja, precies dat. En dat doet pijn aan je knieën. Ja. Eigenlijk wil je als je erop springt, dat je vanaf boven springt en dat je dus eerst hier landt en dan de rest. Ja, je maakt eigenlijk nog met je lichaam een voorwaartse beweging. Ja. Hoi. Oh, nee, je bent verkeerd op. Gijs, kom maar weer verder. Oh, nee. Als je naar voren afzet, ja, is je knie gestrekt. Kan je veel makkelijker dit doen. Ja, want ik spring gewoon met je knie erop. Maar jij springt nu opzij. Ja. En dan, ja, dan is je knie gebogen. Dus dan... Ja, dat is hem. Ik vind het heel leuk. Ja, dus dat is best prima, toch? Ja. Hoe voel je dat? Ik dan, dan heb ik dan. Lekker gaan. Met zijn pakje aan. En gaan. Yes, let's go. Let's go. Je lijkt nu net inderdaad zo'n acteur. Zo'n stuntman. Power Ranger Candy. Wat voel je? Een? Power Ranger? Ja. Schoonzwemmer? Ja. En schaatsen door elkaar. Jimbo gaat eerst. Met helm, hè? Nooit gedaan, dus denk ik wel kan. Inderdaad. Ja. Wacht even hoor. We zijn nog steeds bezig met de televisie op te halen. Ik ben gewoon alleen maar bezig met die gele pion. Let's go, Ken. Ik ben echt opeens bang. Snap ik.
spannend. Wat is dit, jongen? Ja, ze deed een extra stap, maar dat kon niet, want ze stapte op de slee. Holy shit, ik was eigenlijk bijna dood, hè? Heel mijn ribben. Wow! Ik rende mezelf voorbij. Doe ik al vaker in het leven. Nou, gietrai. Nee, ja, ik focus nou gewoon op die slee springen in plaats van alleen de pion. Ja. Aan de kant! Omdat je echt gewoon jezelf voorbij kunt rennen. Eentje wil ik nog. Maar nu wil ik de hele candy over de pion. De hele candy. Ja. Leuk man! Ik heb iets meegenomen, maar dan moet je me wel weer meenemen als we naar Winterberg gaan. Oké. Okay. Ja? Dat is dan onderdeel van je outfit. Yes! Een echt lekkere warme... Pyeongchang! Past je vast wel? Ja. En dan ben je vast voorbereid op de kou. Vet. Ik vond het echt super. Ik ben ook verrast met... Ja, ging eigenlijk wel goed. Ja, we zijn allebei wel verrast over elkaars skills en elkaars pop. Dus dat is nice. Ik had ook heel veel zin in. Van tevoren had ik wel zeg maar natuurlijk een beetje een beeld. Het was wel anders dan dat, maar het was wel echt heel leuk. Ja, ik was heel zenuwachtig, maar dat viel uiteindelijk best wel mee. En maar hoe jij in je eentje solo, wel met evengoed een team en coaches, maar dat je wel echt je eigen ding moet doen en je hebt je eigen discipline en je staat hier bijna 7 dagen in de week. Dat vind ik, daar heb ik wel echt super veel respect voor. Nou, en dat vond ik al vet, vind ik nou nog vetter. Ja, ik vind het super vet om jou te ontmoeten, want het is super leuk omdat ik ook kan zien wat jij nou eigenlijk doet, hoe je traint. Ja, ik kan me daar, een beetje een voorstelling bij maken, maar als je echt ziet hoeveel je dan rondrijdt en gewoon lekker je dingetje doet, dus ik vind dat wel tof. Ja. YouTube kan alles. Oh ja, trouwens, like, subscribe, follow, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, be real. En be ik ben real. Helemaal van deze tijd, be real. En volgende week is het alweer tijd voor de laatste aflevering van Sportswap. Dames en heren, welkom in de badmintonzaal. Ik zit in de Sportswap en ik ga met iemand ruilen. Oh, dit is zo leuk. Eén hint, het is mijn buurman op Papendal. Laat even weten wie jullie denken. Ik heb er heel veel zin in. Het ziet er wel erg goed uit allemaal. Dat kan natuurlijk niet. Het is te makkelijk voor hem. Ja, hij moet wel straks een moeilijke challenge hebben, hè? Ja, precies. Dus we gaan hem nog even wat moeier maken. Oeh. Ja.